Hallo en leuk dat je kijkt. In deze video wil ik even een korte review geven van de Shengsha Megaminx. De Megaminx waar ik ook laatst mijn tutorial over heb gemaakt. Ik vind het op zich, net als de andere kubussen en de andere producten die ik van Shengsha heb, is het gewoon, ja, het is gewoon redelijke kwaliteit. Het doet het goed, het valt niet zo snel uit elkaar, ze poppen niet zo snel en je voelt wel echt dat het gewoon een stevige, goed gemaakte, goed draaiende kubus is. Ik vind wel dat bij deze, hij draait wel een heel klein beetje schroef. Dus dat heb ik op een gegeven moment opgelost door hem open te maken. En ervoor te zorgen dat alles, denk misschien een slagje of een half slagje losser. Ja, dan merk je net dat die kubus wat soepeler draait, wat beter draait. Kun je hem iets sneller oplossen. Maar ja, buiten dat is het gewoon een top ding. Hij puzzelt fijn. Dus wat ik zeg, het zijn stevige dingen en ze vallen niet zo snel uit elkaar. En kijk, als je geen speedcuber bent, dan hoeft hij ook niet super snel te draaien. Dan wil je hem gewoon normaal op kunnen lossen. En dan is het juist fijn dat hij wat steviger is. Dat hij wat minder snel uit elkaar valt. Dus ik zou deze zeker aanraden. Ik heb hem al een halfjaartje en ja, niks mis mee. Stickertjes blijven goed zitten. Er gaat niks stuk. Dus ja, wat mij betreft een prima ding. Zo duur zijn ze ook niet. Voor deze heb ik destijds volgens mij een eurotje of 18 betaald. Nou ja, dat is te overzien. Dus ja, ik zou deze zeker aanraden. En verder ook nog andere dingen van Shengsha aanraden. Heb je iets aan dit filmpje gehad? En ga je misschien wel Megaminx kopen? Ik hoor het graag in de comments. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Dat vind ik altijd erg leuk. Tot ziens!